1607 tot 1676. Kan mijn schip niet kwalijk gaan? Michiel de Ruiter. Het leven van Michiel Adriaanszoon begon niet veelbelovend. Hij was de zoon van een biersjouwer en werd wegens slecht gedrag van school gestuurd. Ook op een touwslagerij werd hij ontslagen wegens slecht gedrag. Hij moet een driftige jongen zijn geweest. Maar op 11-jarige leeftijd ging hij naar zee als scheepsjongen en toen hij 15 was, had hij zich opgewerkt tot schipper. De naam De Ruiter nam Michiel later aan. Misschien omdat hij veel te maken had met een oom die ruiter was in het leger van prins Maurits. Misschien omdat hij op de kaapvaart veel kaperschepen wist te ruiten. Dat betekent roven. Door de opkomst van de handel begonnen Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden hun macht op zee uit te breiden ten koste van Spanje en Portugal. Dat zorgde voor een constante oorlogssituatie tussen alle partijen. Marineofficieren kregen de kans in allerlei zeeslagen roem en eer te behalen. De om hun moed bejubelde zeehelden kwamen steeds vaker uit de gewone burgerij en steeds meer jongens van lage afkomst wilden naar zee om ook carrière en fortuin te maken. Over Michiel de Ruiter bestaan sterke verhalen. Hij zou een keer het dek met boter hebben ingesmeerd om de Duinkerker kapers te kunnen verslaan. Of het waar is, staat niet vast. Wat wel vaststaat, is dat de arme schoolverlater een rijk en gerespecteerd admiraal werd. Toen hij op zee sneuvelde, bracht vriend en vijand hem eerbiedig de laatste groet. Hij werd de grootste zeeheld van zijn tijd genoemd. Lofdicht door Gerard Brandt. Aanschouw den held, der staten rechterhand, den redder van het vervallen vaderland, die in één jaar twee grote koninkrijken tot driemaal toe de trotse vlag deed strijken. Het roer der vloot, den arm der God doorstree, door hem herleeft de vrijheid en de vrede. Ondanks zijn gebrekkige opleiding heeft Michiel de Ruiter een mooie carrière gemaakt. Denk jij dat een laag schooladvies tegenwoordig veel uitmaakt voor je toekomst? Ik denk wel dat het advies iets bepaalt voor mijn toekomst. Maar het zal niet je hele toekomst kunnen bepalen. Want als je iets wil bereiken en je staat er echt achter, dan kan je altijd gewoon doorleren. Hoe lang het ook duurt. Want uiteindelijk kom je er wel als je goed je best doet. Maar je kan, als je zeg maar VMBO-T hebt of zo, kan je niet meer professor worden of wat je ook wil. Er zijn veel kinderen die hun droom niet meer kunnen volgens hun uitmaken. Omdat bijvoorbeeld een leraar zegt tegen een leerling van je VMBO en dat is alles wat ik aan jou kan geven. Als je atheneum of zo doet of gymnasium heb je natuurlijk alle mogelijkheden. Maar ja, met VMBO heb je ook al genoeg mogelijkheden. Ik ben niet naar het VWO gegaan, maar naar het VMBO. Omdat ik wist al vanaf dat ik heel klein was wat ik wilde worden. Want mijn vader die heeft ook bijna hetzelfde gedaan als mij en ik ben wel vaak mee geweest op zijn klus. Ik heb VMBO kader gekregen van mijn juffrouw op de basisschool en mijn CITO-score wees uit dat het wel HAVO was. Ik denk dat als ik naar de HAVO was gegaan, dat het voor mij makkelijker zou zijn om te worden wat ik zou willen worden. Ook al doe je VMBO, toch kan je genoeg geld verdienen om later rond te komen. Mijn vader heeft bijvoorbeeld geen opleiding afgemaakt, maar toch hebben wij genoeg geld om gewoon makkelijk rond te komen. En soms nog wel eens iets extra's. Wat wil jij later worden? Ik wil graag timmerman worden. Weddingplanner. Sportjournalist. Architect. Ik wil later arts worden. Ontwikkelingswerker. Wat kan, naast een goede opleiding, nog meer helpen om een passende carrière te maken?